Er zijn heel veel LHBT'ers ook gelovig. En we zijn heel blij dat er binnen de Pride ook een Religious Pride Commissie is. Omdat we daarmee aan gelovige LHBT'ers een ruimte kunnen bieden binnen de Pride voor hun eigen activiteiten. Maar ook om hen uit te nodigen om aan alle andere activiteiten deel te nemen. En hen daardoor ook zichtbaar te maken binnen de Pride. Ik ben Willy Elmerst, ik woon in Amsterdam, in Bos en Lommer. En enige jaren mag ik ook al de LHBTI-predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam zijn. Ik ben Erik van der Waal, ik ben voorzitter van de Evangelische Roze Vieringen. En wij hebben elke laatste zondag van de maand hier in de Oranjekerk in Amsterdam viering. Als er nieuwe mensen komen bij de Evangelische Roze Vieringen, dan vraag ik altijd van hoe vond je het? En heel vaak is het zo dat mensen zeggen het is gewoon een warm bad. En de hele issue van LHBTI en geloof is er niet. Ik kan gewoon vieren, ik kan gewoon zijn. Geloof is voor mij iets moois omdat het heel veel continuïteit biedt. Dus het gaat mijn hele leven al mee. Dus de verhalen uit de traditie, uit de Bijbel, de verhalen die we elkaar vertellen, dat is iets van jaren. En ja, daar ga je mee leven, daar ga je bij bestaan. En dat er is, dat we dat met elkaar kunnen delen en dat je er ook nog geïnspireerd kunt worden, is iets wat ik heel erg mooi vind. Voor mij maakt geloof iets mooi, dat ik krijg er zelf ook een lach van, dat het gewoon een lach geeft. Een belonging, dat je deel bent van een groter geheel. Dat het een groter verhaal is dan alleen maar het dagdagelijkse leven. En dat vind ik heel erg mooi. We doen heel verschillende activiteiten. We hebben bijvoorbeeld ook een Pride-pelgrimage. Dan lopen we ergens van buiten Amsterdam naar Amsterdam toe. Dan doen we verschillende kerken aan, daar vieren we. Daar drinken we een kopje koffie en thee en dan gaan we weer door. En we hebben natuurlijk aan het eind van de Pride-kerkdienst, het slot van de Religious Pride. En we hebben bovendien dit jaar een Together Pride in the Wester Festival. In we een talkshow hebben en een dragshow, met elkaar gaan dansen, inclusief zingen. En dat is zeg maar het visitekaartje van Religious Pride aan de hele Pride. Religie of eigenlijk geloven betekent voor mij vertrouwen. Dat het goed komt. Je kunt ook denken, waar gaat het naartoe met de wereld? Het komt vast niet goed, maar het is een soort basisbeslissing. Het komt goed. Ik mag vertrouwen hebben in waar we naartoe gaan, in de mensen om me heen. En dat wil ik ook steeds het uitgangspunt laten zijn voor alle relaties die ik met mensen onderhoud.